Nou, stel die vraag nog een keer. Nee. Schiphol, alsmaar groter. De wegen, steeds meer asfalt. Het groene hart van Nederland, steeds meer volgebouwd. Boeren mogen nu hun boerderijen wegdoen en er komen woningen voor in de plaats. Nederland, één grote Phoenix-locatie. Is het dan niet heel erg goed dat die milieubeweging een beetje van leer trekt? Want het heeft ons dus allemaal niks opgeleverd. Op dat punt steun ik ze van harte. Ik ben tegen. Op welk punt? Nou, op al die punten. Op al die punten? Ja. En waarom dan niet op het punt van het gasboren en de Waddenzee? Kijk, het punt is dat wij een verkeerd contract hebben afgesloten. Nee, maar even, is het noodzakelijk dat we, even ja, afgezien van gezien contract, de schadeclaims wel. Dat betekent dus dat als we die concessie dwars zitten, wij in ieder geval van Shell en Esso maar een vaste claim kunnen verwachten. Als meneer Van den Bichelaar zegt... En dan moet je dan ook... Even, ja? Want anders bent u zo lang aan het woord ook. En maar u wilt toch een antwoord? Jawel, maar niet zo uitgebreid. Ja, maar u wil gewoon dat ik antwoord wat u vindt. Nee, helemaal niet. Oh. Want ik vind namelijk hier aan tafel eigenlijk niks. Oh, dat geloof ik niet. Maar goed. Nee, dat is ook niet waar. Maar, wat maar als we die claim nou eens even onder tafel leggen. Wat vindt u dan zelf? U zegt het gas hebben we niet nodig, dus het geld hebben we ook niet nodig. Want we zijn stinkend rijk, zegt u. Wat vindt u dan? Dan zou ik zeggen, doe het maar niet. Waar het om draaide was... Het moet leuk zijn. Iedereen moet denken, zat ik daar maar? Ja. Zo moet de sfeer zijn. En het moet ergens over gaan. En morgen moet iedereen het erover hebben. En waar lag het accent op van die twee voorwaarden? Dat het ergens over moest gaan. Meer dan dat het leuk was? Nee, ja, dat was een onafscheidelijke combinatie. Oh ja? Ja.